bij de helft. Iemand iets? Ik werd getriggerd door iets wat jij zei voor de pauze. Je zei van mij, die mensen, ja, die zit ik gewoon in de oor. Ja, daar ben ik dan gewoon niet bij. Of niet. Oh ja. Ik, ja, maar als je helemaal lief bent, dan kan je iedereen zijn. Ja, dat is een waar idee. Als je helemaal liefde bent, dan ga je niet per se met iedereen om. Jij zoekt toch ook geen gewelddadige vrouw of vriendelijk idioot op. Nee. En je zou het ook nog anders kunnen benaderen. Mensen die helemaal vol met ambitie zitten enzovoort, dus allerlei doelen najagen, hebben niet zoveel aan een type als ik. Ik zie dingen anders, het is niet per se beter of zo, maar het is gewoon dusdanig anders, ze hebben daar niks aan. Weet je wel, dus het zou ook nog zelfs kunnen zijn van dat ik hun ambities verpest met die vage praat van me. Terwijl ik zoiets heb van, ah, die moet iets najagen, dat is gewoon wat hij of zij op dit moment moet doen. Cool. Dus ik ga je niet in de weg staan. Ik merk dat ik het zelf heel lastig vind, misschien. Ja, weet je waarom het lastig is? Meestal, omdat je erover nadenkt. Ik denk er niet over na, dus ik ga om met wie ik omga en ik ga niet om met wie ik niet omga. En ik ben daar niet mee bezig. Ja. Mensen komen je leven binnenwandelen en sommigen blijven wat langer, maar komen wat vaker en anderen wat minder. Het regelt zichzelf. En als jij gewoon jezelf bent, weet je wel, dan is er eigenlijk weinig aan de hand. Maar als je bevestiging zoekt of je wil mensen gebruiken om iets voor elkaar te krijgen, heb je een heel ander speelveld. En dat is oké, okay, maar zulke speelvelden, daar heb ik niet zoveel mee. Dus het regelt zich vanzelf. Net als sommige mensen naar deze bijeenkomst komen, omdat wat ik dan vaak hoor van, ik vind jouw directheid zo fijn. Anderen die hebben daarom juist een schurftekel aan. Cool, gaan die naar een andere bijeenkomst? Het regelt zichzelf, ik doe daar geen moeite voor of iets tegen. Is er nog steeds geraaktheid? Geraaktheid? Ja. Ja, dat kan gebeuren. En daar is geen weerstand tegen. Dus ga niet denken dat iemand die wakker is geen emoties heeft, of geen gedachten, of geen voorkeuren. Het is net een mens, hoor. Wat er hooguit ontbreekt, is dat er vrij weinig van gevonden wordt wat er opkomt. En iets heel grappigs, omdat er dus weinig of niks van gevonden wordt, duurt wat er opwelt meestal niet zo lang. Omdat een van de natuurwetjes is waar je je tegen verzet, dat pomp je energie in, dus dat duurt langer. Dat is niet handig. Wat ik zelf soms merk, dat ik dan heel moe word. Heb jij dat ook gehad? Vermoeid zijn? Dat ja. Dat heb ik altijd. Een back off. Ja, en dat geloof ik niet, het is wel zo. Ja, alles kwam voor wat bij iedereen voorkomt. Er kan als een periode zijn in je leven van wat ik dan maar zelfconfrontatie noem. Ja, dat kost ook energie. Maar alles eronder houden uiteindelijk kost ook energie. Want dan heb je energie nodig om het eronder te houden. Wat je eronder houdt, heb je niet beschikbaar. Dat is ook een heel gedoe. Maar als er veranderingen optreden, zou ik maar zeggen, in het energiesysteem, dus dingen mogen er meer zijn, dan heeft dat ook als gevolg dat er vermoeidheid vrijkomt. Want het is mijn overtuiging dat de meeste mensen allemaal lijden aan een vorm van vermoeidheid, omdat je eigenlijk de hele tijd iets in de lucht moet houden wat unreal is. Dat kost bakken energie en de hele tijd het idee van te moeten voldoen aan wat papa, mama, lees partners, lees vrienden, lees collega's willen. De hele tijd moeten voldoen aan. Oh man. En dan moet je allemaal gaan onthouden wat je wel en niet tegen die zegt. En, want de meeste van ons zeggen niet gewoon wat er is. Dus
lelijk gezegd, liegen ze de halve tijd. En wie liegt moet onthouden wat hij zegt. Wie de waarheid spreekt niet. Het is heel ingewikkeld allemaal. Ja, dat komt voor. Gaat wel over. Wat je heel veel ziet gebeuren is dat zo'n vermoeidheid van ik ben het gewoon bui, krijg ik dan te horen om op zo'n manier te leven. Nou, die vermoeidheid of zo, weet je, die kan maar niet groot genoeg zijn. Je moet op een gegeven moment bij wijze van spreken het zo zat zijn dat het gewoon laat vallen. En daarom is het soms niet zo handig om iemand die bijna bij zo'n punt is, dan op psychologisch-spirituele manier te gaan helpen weer kalm te worden en zo. Want dan ben je eigenlijk die opbouw aan het verneuken. Iemand moet komen tot hij met zijn rug tegen de muur staat, voordat hij zich overgeeft, zou ik maar zeggen. Als je iedere keer die muur opschuift of iemand bij die muur vandaan haalt, dan voelt hij zich even geholpen. Maar eigenlijk is hij genept waar hij bij stond. Ik ben meer voor te vaker even aanbakken. Dus heel veel mensen zijn al een beetje teleurgesteld. Dan komen ze helemaal naar Haaien toe voor een sessie. En dan denken ze dat ik ze ga helpen om weer zich vredig te voelen. Maar dan gooi ik een beetje kerosine op een vuurtje. En dan kunnen ze weer 2 uur rijden. Nou, dat was wel helder. Ja, dat dan weer wel. Shit. Ik dacht dat hij me zou helpen, ja, naar de klote. Wat raad je daar weer aan? Ik merk dat ik met het soort steeds meer gaat verstillen. Dat ik een conflictie heb met woorden en spreken. En ik denk, ja, die woorden, dat heb je wel nodig. Want als hier geen vragen gesteld worden, dan is het misschien ook fijn. Dan zit hier een paar uur met elkaar in stilte. Zou zo maar kunnen, ja. Maar is dat het wel ergens nodig is? Maar aan de andere kant... Dat steeds lozer lijkt te worden. Ja, het is het ook. Cool. De enige reden waarom er waarschijnlijk nog iets van een spanning bij zit, is inderdaad omdat we nogal pratende soort zijn. Maar het is heel interessant om in gezelschap te praten. Ik ga het gewoon proberen te gaan zitten. Gewoon zitten kijken. Daar ben ik mensen heel ongemakkelijk van. Als dat weer lukt. Mag ik iets vragen in zaken? Nou, vooruit. Okay. Ik merk de laatste tijd dat het aardig stil begint te worden. En ik vraag me af, is dat een inspanning die je doet? Of is dat iets wat er in jezelf gebeurt? Want je wordt af en toe weer gewoon verleid tot zintuigelijke identificatie, ben je weg. Maar het is steeds aantrekkelijker om je te verbinden met die stilte. En ik heb niet echt door, is dat nou een keus die iets heeft om te kiezen voor het een of verleid worden door het ander? Welk proces vindt daar plaats? Het leuke is dat als we het woordje kiezen gebruiken, dat we denken dat het een losstaand iets is. Maar wat je kiest, is ook maar wat er gewoon gebeurt. Dus op een gegeven moment vind je het blijkbaar, als ik het goed volg, interessanter om verstilling te ervaren dan om activiteit te ervaren. Ja, dat gebeurt gewoon. Dus iemand houdt ineens meer van stilte en dan gaat hij dus meer voor stilte kiezen. Nee, de voorkeur is verschoven. Dus het gaat vanzelf. Daarom vind ik het soms zo snel dat... vanuit het doe-idee mensen zich gaan zitten dwingen tot stilte. Ja, dat is gewelddadig. Maar zo is het ook niet gebeurd. Het
het overrompelt. Maar zo gebeurt het dus nooit. Nee. Maar wat er veel voorkomt is, iemand die valt op een gegeven moment stil. En dan komen daar mensen omheen. Op uw hart u stilt. Ah, zie. Om daar te komen moeten we stil zijn. Dus gaan we proberen onze gedachten weg te houden. En de emoties die moeten gaan liggen. En krijgen een heel gewelddadig proces wat verkocht wordt voor spiritualiteit. En beoefend wordt door mensen die daar niet aan toe zijn. Als verstilling op moet treden, dan zal verstilling optreden. Spontaan en uit zichzelf. Niet door mijn of jouw inspanning. Dat is het mooie van alles gebeurt gewoon spontaan. En dat is lastig vanuit het ik-perspectief om te aanvaarden of in te zien. It just happens. Die zogenaamde ik een enorme claim heeft om acties toe te eigenen. Ja. Die eigenlijk gewoon, als je goed observeert, vinden die plaats. Exact. Ja? Ja. Daarom ben ik een voorstander voor goed observeren. Ja. Als je daar even je licht op laat schijnen, dan zie je inderdaad dat die dingen claimt die gewoon gebeuren. Of dat die meestal dingen claimt als het al gebeurd is. Precies. Of er een verhaaltje bij verzet terwijl het spontaan was. Bla 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 bla, heb ik gedaan, hoe had ik niet moeten doen? Ik had het niet moeten laten regenen hoor. Dus zo'n tiendaagse Vipassana cursus is eigenlijk ook geweldig. Vaak wel, ja. En desondanks, als een Vipassana cursus zal plaatsvinden, dan zal dat plaatsvinden. Maar ik zou mensen inderdaad oproepen om goed te kijken van waar je nou eigenlijk mee bezig bent. Weet je wel, je probeert basically bij de meeste beoefeningen een systeem te dwingen tot iets waar hij niet aan toe is. Want als hij er wel aan toe was, was hij daar al. Dus we gaan met spiritualiteit hetzelfde om als dat we met al het andere omgaan. We leggen een doel neer en dan gaan we ons daar naartoe knokken. Wat is daar een godsnaam spiritueel of anders aan? Maar soms heb je de discipline nodig om zich bewust te maken van... Ik ben een groot tegenstander van discipline. Discipline betekent geweld. Als er drive is voor iets, is de driver. En anders is het een opgelegd iets. Ik heb geen discipline nodig in perioden dat ik muziek maak. Om muziek te maken, dat komt van binnenuit en het gaat vanzelf. Nu is er een periode van geen muziek maken. Dan ga ik niet zeggen, ik heb 4 gitaren en 5 synthesizers, nu moet ik muziek maken. Ik ga me de discipline opleggen om iedere dag van 11 tot 3 muziek te maken. Why? Er is blijkbaar geen muziek die zich uit wil drukken. Of het wordt door anderen uitgedrukt en waarschijnlijk beter ook. Dus discipline voor mij is echt crap. Maar de mind is gewoon heel slim, want die verzint steeds allerlei trucjes om niet in het nu te blijven, of niet bewust te worden, of in oude patronen te vallen. Dus ik kan me voorstellen dat je dan eventjes elke dag gaat zitten om dat te bekijken allemaal. Als je hebt ingezien dat het zinvol is om te gaan zitten observeren, zal dat gebeuren. Als je jezelf ertoe gaat dwingen, is er geen observeren, maar een gewelddadige poging iets te pakken te krijgen. Dus voor mijn gevoel een voortzetting van het hele ik-gebeuren. En daar is wat er heel veel gebeurt. Ik durf te beweren dat 90% van de mensen die zich met spiritualiteit bezighouden, feitelijk zichzelf zand in de ogen strooit. Ze denken dat ze daarmee iets anders doen, maar als ze het zouden onderzoeken, zien ze dat ze op precies dezelfde manier bezig zijn als alle andere dingen. Nou, en na 30 jaar komen ze erachter, ja, het heeft me niks opgeleverd. Nee, natuurlijk niet. Want het was niet anders. Ik heb ook dat ik de tijd ook wil gebruiken om te zitten, te kijken wat ik doe, zonder dat ik maar steeds op de automatische piloot, in plaats van dus niet op de automatische piloot te reageren, dat ik wat langzamer moet leven, wat meer. Ja, dat is allemaal cool. Maar vanuit discipline wordt het een dwangmatig gewelddadig gebeuren. Vanuit inzien dat je dat goed doet, gebeurt het vanzelf. Waar je van houdt, dat doe je makkelijk. Nou, als je door hebt
Maar het liefde voor jezelf, zou ik maar zeggen, dat het beter is om gewoon te zitten en dingen te observeren of dingen op te schrijven of whatever. Dan zal dat gebeuren, dan is het in feite liefde in actie. Maar die mind die verzint wel de trucjes om niet in die maakt niks uit. Als de liefde groot genoeg is om stil te zitten, dan zal dat sterker zijn dan het geouwe hoer van de mind. Als dat niet zo is, dan, en je gaat het toch dwingen om te doen, dan heeft het ego weer gewonnen, want die heeft baat bij strijd. Hij vecht altijd, namelijk, tegen hoe het is. Nou, zo wordt je meditatie dan een voortzetting van vechten tegen hoe het is. Hoe is dat meditatie? Werkelijke meditatie betekent zijn. Niet iets doen. Niet iets proberen te fixen, niet iets proberen te veranderen. Weet je wel, het is precies het antigif van de hele ego-beweging, die altijd bezig is iets weg te krijgen of iets te pakken te krijgen. Nou, meditatie is de afwezigheid van alle twee. Nou, dat ontdek je en daar ontstaat een liefde voor, of je ontdekt het niet. Of je ontdekt het en je gaat je er tegen verzetten, dan is dat wat je observeert. Cool, het sterft af op een gegeven moment en iedereen wordt uiteindelijk stil. Beloofd, hè? Ja, gegarandeerd. Het heet de dood. Het is heel stil.